Wat is nou echt uniek voor het verhaal van de SP zometeen? Nou, wij zijn natuurlijk de enige socialistische partij in Nederland. En ik denk dat je dat terugleest in het boek. Bijvoorbeeld de voorstellen rondom de economie. Ik zei net al het voorstel rondom winstdelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook veel meer het democratiseren van werk. Dus bijvoorbeeld zeggenschap van mensen. Laat mensen ook onderdeel zijn van zo'n raad van commissarissen bijvoorbeeld. Dat het niet alleen het belang van de aandeelhouders wordt gediend. Wat toch gestoeld is op winstmaximalisatie. Wat logisch is, want het zijn commerciële bedrijven. Dus dat is volkomen logisch. Dat zien we nu toch ook bij de energie. Alleen met het hele discussie niet over het prijsplafond. Ja, daar gaan dadelijk nu miljarden publiek belastinggeld gaan we overmaken aan commerciële energiebedrijven. Het zal gaan voor een deel naar de winsten van aandeelhouders. En dat is volkomen logisch, want het zijn commerciële bedrijven. Maar het is toch te gek voor woorden. Iedereen heeft energie nodig. Dus wij zeggen, ja, dat zou niet een energiemarkt moeten zijn, maar een basisvoorziening. Maar dit is ook een gevolg van het neoliberale beleid. Zeker. Ja. Dat is duidelijk. Het neoliberale beleid, vertel je ook, heeft gezorgd voor individualisering. Mm-hmm. Het collectief is minder belangrijk geworden. Maar wat doet Lidia Marijnis in de boek? Die zet de mens centraal in plaats van het collectief. Waarom zet je het collectief niet gewoon centraal? Zoals het hoort in het socialisme. Ik geloof in... Dit gaat nu wel richting nieuwsuurniveau. Ja, het is even... Dat was het idee, toch? Even lekker op de vrijdagmiddagborrel. Ja. Niks meer zeggen, toch? Ja. Nee, wij gaan nu toezitten luisteren, Karin. Ik heeft wel een terecht punt. Maar ik geloof niet dat de boodschap van mijn boek was. Want ik geloof juist heel erg in de kracht van de samenleving. En de kracht van gemeenschappen. Want het boek is best kritisch over hoe we er nu voor staan. Komen ook met oplossingen. Maar de voornaamste oplossing is denk ik dus... juist zeggenschap voor mensen, voor de samenleving. Neem, is dit een goed antwoord, Leendert? Ja, er is me aan het overtuigen. Okay. Het gaat niet alleen maar om de mensen dus. Nee, de mens. Ik bedoel, we zijn toch allemaal onderdeel van de samenleving. En ik denk juist dat inderdaad door het individualisme het veel meer gericht is op jij. En jij moet succesvol zijn. En als jij het even niet goed doet en je hebt de overheid nodig, hè, wat ik net zei, dan zul je wel een loser zijn. Ja. Terwijl ik denk in essentie. Ja, willen mensen juist goed voor elkaar kunnen zorgen. Ja, je stond in alle grote kranten zo'n beetje afgelopen weekend met interviews over het boek. Hè. Het NRC kopte: Lilian Marijnissen wint geen enkele verkiezing, maar niemand in de SP valt eraf. Is dat eigenlijk zo? Of niemand mij afvalt. Ja. Ja, ze hebben best wel flink studie gedaan, begreep ik. Ze hebben echt wel flink wat dagen rondgebeld. Maar ik geloof niet dat ze iemand hadden kunnen vinden. Lees je zelf al die stukken dan? Bijvoorbeeld in het NRC? Ja, jawel. Want ik had gehoord van anderen die gebeld waren daarover. Dus dan ga je toch wel even kijken van wat maken ze ervan. En hoe lees je het dan? Want daar staat bijvoorbeeld, Leendert wilde ook iets zeggen. Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Daar staat bijvoorbeeld, Lilian Marijnissen is misschien wel te aardig. Te aardig om die boze SP-stemmers te bedienen. Ja. Ja, ik moest er wel een beetje om glimlachen. Omdat ik dacht, nou ja, als dat de voornaamste kritiek is... Zie je het als een compliment. Dat je te aardig bent, ja. Nou ja, kijk, ik weet dat ze dus dagen rond hebben gebeld om een verhaal te maken. En ik dacht, nou ja, goh, als dit dan het ergste is wat je kunt vinden... Valt het nog mee? Kom ik nog wel aardig weg, toch? Ja, ik heb er niet zo moeite mee om aardig te zijn. Gelukkig zijn ze hier niet achtergekomen, dacht je. Ja, precies. En daarna de gemeenteraadsverkiezingen ben ik ook gaan rondbellen. Zowel provinciaal als bij de gemeentepolitiek. Yeah. En dan kreeg ik wel overal hetzelfde antwoord. Ten eerste bleven ze achter je staan. Dat vond ik toen ook opvallend. Hè? Want ze hadden je ook kunnen laten vallen. Want er waren lokale SP-afdelingen echt verloren. Maar er werd gezegd, ja, dit is de schuld van de coronacrisis. Wij zijn sterk in de wijken. En wij moeten ons laten zien in de wijken. En dat hebben we de afgelopen 2 jaar niet kunnen doen. En daardoor hebben we ons SP-verhaal niet kunnen vertellen. Juist op het moment dat mensen dat SP-verhaal nodig hebben. Ja. Want ze zitten thuis alleen, missen de zorg. En dat was de reden waardoor ze zeiden van... we begrijpen het eigenlijk wel, het verlies. Jouw vader haalde ooit 25 zetels. Ga je dat ook ooit halen, denk je? Ja, maar kijk, tijden zijn ook wel veranderd, hè. Toen de SP in de Kamer kwam in 94 waren er geloof ik 11 fracties. Zijn er nu 20? Hebben we er inmiddels al weer? Ja, ik kan de tel bijna niet meer bijhouden. Dat zijn er zoveel. Dus ja, je moet die 150 zetels ook nu voor dan over 20 fracties verdelen. En meer samenwerken, is dat een optie? Zeker. Ja, en dat maar doen niet we... met de PvdA en GroenLinks. Nou, dat wil je dan niet. Toch wel. Kijk, wij gaan niet fuseren met ze. Want we zijn echt wel een andere partij. En ik denk dat het ook goed is, juist op links... dat er een partij is die bijvoorbeeld wel kritisch is over arbeidsmigratie. Maar niet meegeschreven aan de tegenbegroting. Dat deden jullie normaal gesproken als collectief, toch? Klopt, maar zij maken andere keuzes. Afgelopen week hebben ze ingestemd bijvoorbeeld met een onzeker pensioen. Ja, ik vind dat persoonlijk onbegrijpelijk van de Partij van de Arbeid. Ze hebben ingestemd met een
prijsplafond, nou ja, dat zijn die miljarden. Ja, maar ja, dat is niet ons idee. Dat zijn dus miljarden naar commerciële energiebedrijven die ook naar de winst zullen gaan. Wij zeggen, beter pakken we daar zeggenschap voor terug. Die privatisering van die energie heeft toch niet zo goed uitgepakt. Ze hebben de mensen trouw gezet, Lilian. Het gaat om de mens. Nee, dat kan je echt niet zo zeggen. Dit is gewoon, het is ongelooflijk, hè. Ze weten niet eens wat het kost. Ergens tussen de 11 en de 40 miljard gaat het kosten. Mevrouw Kaag, minister van Financiën, ze heeft geen idee. Nou, moet wijs komen met zo'n plan. Er wordt gehakt van gemaakt. En terecht. Dus, maar we willen zeker wel samenwerken. Dus ja, met de ChristenUnie bijvoorbeeld. Maar een linksblok zoals echt een grote linkse partij, linkse volkspartij, dat zit er gewoon niet in. Nou, we gaan niet fuseren met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat misschien de enige manier is om een linkse vuist te kunnen maken. Nee, want je kunt ook samenwerken zonder te fuseren natuurlijk. Ja, dat kan ook. Dus, het is zo versplinterd, je raakt elkaar kwijt. Ja, maar kijk, als wij het eens zijn over het eigen risico verlagen bijvoorbeeld, nou, dan trekken we samen met hun op. Of recent nog meer sociale huurwoningen, zijn we ook alle drie voor. Dienen we met z'n drie een wetsvoorstel in. Maar er zijn ook heel veel verschillen die ik in het boek beschrijf. En ik noem er net van afgelopen week al twee. Nou, dan heb je het wel over, het pensioen gaat over 1500 miljard. Het prijsplafond gaat ook over weet ik hoeveel miljard. Dat zijn wel wezenlijke verschillen. Ja, maar ja, neem Renske Leijten, die werkte samen met Pieter Omtzigt bijvoorbeeld om het toeslagenschandaal boven tafel te krijgen. Ja, doen we ook. Ja. Met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heb ik een initiatief genomen om arbeidsmigratie te reguleren. 5 jaar ben je nu leider van de SP. Hoe lang kun je zoiets eigenlijk doen? Ja, goede vraag. Ik zou het niet durven zeggen. Die heeft het heel lang gedaan. Die heeft het heel lang gedaan. En er zijn er een aantal die er nog heel veel langer zitten. En er zijn er ook een aantal die er ook alweer korter zitten dan ik, merk ik. Ja, maar dus voor je eigen gevoel, heb je zelf een soort, heb je het idee van, ik zit met de lente van mijn carrière, de herfst van mijn carrière, waar ben je ergens, waar sta je? Ja, ik denk dat je dat moeilijk kunt zeggen, omdat je nooit weet hoe het... Ja, er zijn natuurlijk al factoren van buitenaf bepaald. Precies. Maar als je het zelf voor het zeggen zou hebben. Voor mezelf, nu met dat boek. Ik ga ook met het boek Het Land in de komende tijd. Daar heb ik echt super veel zin in. Want je schrijft ook, ik voel me eigenlijk niet zo op mijn gemak in de Tweede Kamer. Ik ben altijd blij als ik uiteindelijk de Kamer uitloop. Ik ben blij als ik het land in kan en daar ook weer kan horen hoe het echt zit. Dat is het vooral. Maar in deze tijden, met een boek komen, is dat wel het beste idee? Als je niet beter gewoon een TikTok-account kunnen beginnen? Kunnen we ook doen. Serieuze vraag. Is het nou wel zo'n het beste idee om met een boek te komen? Ja. Wanneer is het voor het laatst gebeurd dat een boek de wereld heeft veranderd? Moet je eens aan Karl Marx vragen. Ja, precies. Nou, vond ik toch wel. Want al is het maar... Het dwingt je om zelf je analyse echt een keer goed op te schrijven. Het biedt je ook een podium, bijvoorbeeld nu weer, om erover te vertellen. En het is ook wel natuurlijk meer van de langere adem. Dat is zo. Ik bedoel, ja, dat socialisme, dat zal ook niet van morgen zijn. Maar dat bouwen we wel aan. Ja, en je moet ook je visie laten zien en dat doe je met dat boek. Ik wil nog wel antwoord op die ene vraag. Hoe lang jij denkt dan voor jezelf, is het zelf nog bepalen waar je ergens zit? Nou, ik wilde dus zeggen dat ik juist door dat boek te schrijven wel weer ook al onze oplossingen heb opgeschreven. En denk, nou, ik wil toch eigenlijk nog wel minimaal blijven zitten totdat ik een substantieel deel van die oplossingen bereikt heb. Ik schrijf 50 jaar. Dus dat duurt nog nog zo'n beetje dan. Nee joh, nee, kom op. Nee, ik ben daar optimistisch over. Ja, dat tekent je volgens mij, dat optimisme. Dat kan. Dank voor de komst. Lilian Marijn, succes met de boektour. Dankjewel. Fijne kerst, ga je doen? Dankjewel. Beetje uitslapen en wandelen met de hond, denk ik. Nou, dat is een goede combinatie. Dankjewel voor de komst, Lilian Marijn.